We hebben alle begrip. Auteur Wolfgang Graatz. Vertaling Vera van Kanthout. Kijk, kijk, daar weer voor Dennewit. Dag mevrouw Schultz. Ben je weer thuis? Ja. Hele tijd weg geweest, hè? 2 jaar zowat. En je hebt een kleintje meegebracht? Hebt u er soms last van? Ben je nou alle begrip, hoor? Lief van u. Die dingen gaan nou eenmaal vlug tegenwoordig. Oh, ik geloof niet dat het vroeger langzamer ging. Ja, nee, maar zoals vandaag aan de dag, zo ging het toch niet? Toen mocht een meisje van jouw leeftijd niet eens alleen over de straat, kan je denken. Zeker niet in een provinciestadje of op het platteland. Daar durfde er eentje bij de kind zich niet eens meer te laten zien. Maar tegenwoordig zegt er geen mens iets van, hoor. En zeker niet in een grote stad als hier. Of wel? Ik weet het niet. Ik ben gisteren pas thuisgekomen. Ja, dat zei mevrouw Senger vanmorgen. We hadden het erover bij de melkboer. Met een auto, is het niet? Is daar nu al over gepraat? Ach, een mens wil zo nu en dan wel eens weten wat er aan de hand is, hè? Nou, we gunnen het je best, hoor. Ik heb het altijd al gezegd, die Riete is alleen maar een beetje een wilde meid. Ja, dat hebt u altijd gezegd. Nou, goed begrijpen, hoor. Geen mens verwijt je iets. Verwijt iemand je soms iets? Nee, toch? Nee. Oh, zie je nou wel. Er wordt tegenwoordig veel vrijer over gedacht. Stel je voor, vroeger, wat je toen te lijden gehad zou hebben. Met name op het platteland. Nou ja, daar was het pas streng. Ja, daar maakte de boer de meid die een kind van hem kreeg meteen af. Ja. Zo streng waren ze daar toen. Ja, in dat opzicht leven we vandaag heel wat vrijer. Dat zou je moeten toegeven. Ja, dat geef ik toe. Je bent nog jong. Je weet het niet hoe het vroeger was. Speciaal op het platteland. Hoe oud ben je nou onderhand? 19. Dat word ik in de herfst. Oh, en dan al een babytje. Je bent er toch wel blij mee? Ja. Ah, dat is de hoofdzaak. Nou, en dat andere... Nou ja, daar kom je wel overheen. Hoe is die eigenlijk? Wie? De vader. Of weet je niet wie het was? Oh, jawel, dat weet ik wel. Jammer, hè? Oh, nou, niet erg, hoor. Wat zeggen je oude lui ervan? Hetzelfde. Verwijten doen we je niks. Dat hebben we immers gisteren al gezegd. Alles is vergeven en vergeten. Dank u wel. Dat moet je toch toegeven? Maar ik geef het ook toe. Oh, ik hoop het. Het was voor ons ook zo leuk niet, al die tijd. Je weet hoe de mensen zijn? Ja, dat weet ik. Oh, zo. Ik ben ermee opgegroeid, nietwaar? Maar je hebt je altijd apart gehouden, vroeger al. Ik denk dat ik vroeger al wist hoe ze waren. En daar denken ze nou aan terug. De kantoor maakte er ook al gekheid over. Tot vaders is precies de waarheid gezegd. Vooral die Kramer. Die? Ja, die moet nodig wat zeggen. Die Inge van hem, altijd bij nacht en ontijd de deur uit. En ze moet zelfs met die Italiaan optrekken, zeggen ze. Kun je van die verwachten? Met zo'n moeder. Ik ben er eens binnen geweest. Stond met een sigaret in haar mond te koken. En opgemaakt. Ze zat eruit als een mannequin. Was immers zelf net zo'n nummer vroeger. En hij is alleen maar met haar getrouwd omdat ze dat thuis had, na de oorlog. En die Inge is helemaal niet van hem. Die is onwettig. Wat kun je dan anders verwachten? Moet het nou de hele avond daarover gaan? Nou ja, daar raak je toch door van streek. Tegenwoordig denken ze er trouwens heel anders over. Precies, dat heb ik hem ook gezegd. De opvattingen zijn nou eenmaal veranderd. Ja, wie dat niet begrijpt is gewoon ouderwet. En hij moet nodig wat zeggen. Laat hij maar eens naar zijn eigen kijken. Zullen we de radio maar aanzetten? Ik zou wel eens een beetje muziek willen horen. Hey, jij altijd een beetje muziek? Dat komt er nou allemaal van. Wat? Nou ja, als je niks anders in je hoofd hebt. Wat is er vandaag op de televisie? Ik heb niet eens gekeken. Ik dacht dat we niet gingen. Oh. Nou ja. Mijn part. Dan blijven we maar hier. Anders gaan we altijd naar de Zengers. Nou en? Waarom gaan jullie dan niet? Dat is immers nergens goed voor. Ik kan toch best alleen thuis blijven? Ach, wel nee. Nou, zitten ze maar weer te vragen. Net zo. Je weet immers hoe die van Senger zijn. Die wil altijd het naadje van de kous weten. Ze moet overal altijd haar neus insteken. En zelf is er in haar beter. En 2 keer per jaar naar zo'n dure badplaats. Vorige zomer zat ze in Italië. En altijd op de eentje. Op de eentje? Dat gelooft ze zelf niet. In elk geval zonder hem. Ja, zonder hem wel. Hé, gelukkig. We zijn weer bij ons onderwerp. Nou ja, daar raak je toch door van streek. Jij moet niet zulke lange tenen hebben, meisje lief. We hebben het toch niet over jou? Integendeel. We zeggen immers alleen je maar dat... Je mag toch zeker wel wat zeggen?
We hebben het over die van Zenger. Ze heeft een verbeelding. Ach, we wilden er eigenlijk al lang niet meer naartoe. Het is alleen maar om de televisie. Ja. Nou, al hadden we er zelf ook een kunnen kopen. Ja, dat wilde u toen al. Ja, maar toen was jij weg. En je weet helemaal niet wat we toen allemaal... Nou, laten we er nou maar niet weer over beginnen. Dat moet nou vergeten zijn. Ja, ja. Het heeft een heleboel geld gekost. Nou, ik heb nog 1200 piek op mijn spaarbankboek. Nee, nee, niks daarvan. Laat maar staan. Dat is voor het kind. Wees jij maar blij dat je een beetje geld hebt. Hoeveel blijven er niet zonder iets zitten met een kind? Niet eens een dak boven erop. Je weet niet half wat een geluk je hebt dat je nog een thuis hebt. Een ander staat op straat. Dan zal ik wel huur betalen. Ach, wie zegt dat nou? Ik krijg onderhand een slecht geweten dat ik niet op straat sta. Oh, je hebt toch wel een beetje lange tenen, oh kind. Wie is dat nou weer? Oh, zij natuurlijk. Die van Zenger? Ja, nee, laat maar Rita, ik zal wel over doen. Ja, ja, blijf jij maar hier. Ik hoef jou niet het eerst te zien. Zou we willen weten wat die mot? Anders komt ze nooit uit haar eigen. Oh, ze zal wel willen weten met wat voor auto ik gekomen ben. Ze heeft het er bij de melkboer al over gehad. En daarom dacht ik maar, als zij niet komt, dan moet ik zelf maar eens gaan kijken. Hm. Ah, daar is onze kleine wegloopster. Mevrouw Zenger maakt overal altijd een rolletje mee. Als je geen lol meer hebt. Ja, precies. En hoe maakt ons Ritaatje het? Dank u, het gaat wel. Ha? Ze is echt vrouwelijk geworden. Hm? Vindt u? Mm-hmm. En een beetje mondain ook, maar het staat er goed. Mondain? Mm-hmm. Van een huismoedertje heb je nooit veel weggehaald, kind. Maar het staat je goed, hoor. Deze je? Ja, dat ook. Maar zo helemaal, hè? Ja, dat hoort wel bij jou. Deze jurk, dat is een heel gewoon jurkje van 38,50. Ja, kun je zien wat de figuur toch doet. Ik kan me de duurste kleren kopen, maar zo zie ik er nooit uit. En bij jou denk je direct, die komt regelrecht van de rivière af, daar uit de buurt. Zie je nou wel? Dat heb ik je toch direct gezegd? Kan ik het helpen? Nee, niks, meisje. Er zegt toch geen mens iets. Heb ik nou ook maar iets gezegd? Ach, ze trekt zich alles direct zo aan. Ja, dat is toch onzin. Tegenwoordig denken ze daar toch heel anders over. Net zo, hebben wij dat trouwens ook gezegd. Ik voor mij tenminste doe niet mee aan die vooroordelen, hoor. Nee, mevrouw Zenger heeft altijd naar je gevraagd, de hele tijd. En of, dat weet je toch? Ik ben de enige die voor je ben opgekomen. Ik heb de hele tijd bij mezelf gedacht. Ah, hoe zal dat kind het nou maken? Het voert ze toch uit en waar zal ze toch zijn? Oh ja? Ja. Ik heb namelijk eens een film gezien. Of, nou ja, het kan ook een boek geweest zijn, hoor. Als meisje zijnde, dat weet ik nog. Oh, het was verschrikkelijk spannend. Ik las het 's avonds onder de dekens. Ach ja, natuurlijk moet het toch een boek geweest zijn. Een film had ik toch nooit onder de dekens kunnen zien, natuurlijk. Hoe zou ik daar anders op komen, hè? Nou, het heb ik er ook altijd over gedroomd. Tja, dat ging ook over een meisje dat thuis was weggelopen. Maar toen was er iets met handel in blanke slavinnen en zo. Heel erg spannend. En ik heb me altijd afgevraagd hoe dat ging. En ik wilde ook altijd weglopen. Maar toen, nou ja, er is toen niets van gekomen. Anders hadden ze me misschien wel verkocht in Egypte of daar ergens. Ja. Ja, mevrouw Zenger, die weet wat te vertellen. Als u nog naar de televisie wilt kijken, moet u toch opschieten. Ja, het begint al. Oh, gaat u gerust maar vast, hoor. Mijn man zit er al. Gaat u niet mee? Nee, nee, nee. Wij kletsen nog een beetje, hè, Rita? Ja. Ach, ik zou toch zo graag dat kleintjes willen zien. Goed. Nou, laat het mevrouw Zenger maar even zien. Of heb je er soms bezwaar tegen? Hoezo? Waarom zou u het niet mogen zien? Waar heb je het dan? In de slaapkamer. En loop een beetje zachtjes. Ik heb gisteren tegen mijn man gezegd, als jij het niet wil, nemen wij het. En waarom zou ik het niet willen? Nou ja, daar ben jij toch helemaal getypen niet voor. Waarvoor? Nou, om altijd op een kindje te passen. Je wilt immers van je leven genieten, dat zie je toch zo? Een meisje als jij is nou helemaal geen huismoedertype. Maar dat geeft ook helemaal niks zo'n kind, het tegendeel. Ik stel me dikwijls voor dat ik dat ook wel zou kunnen. Tja, als ik maar kon, zoals ik wil. Maar ik begrijp niet wat ze dan aan me zien. Ach, zelf merk je dat zo niet, kind. Dat ligt voor de hand. Maar je voelt het toch. Als de mannen zich voor je omdraaien, die zien het ook. Maar wat dan? Nou ja, dat, hè? Dat voel je zo. Hier, hij slaapt net. Ach, wat lief. Die kussenhandjes. Zeg, je kunt er nog helemaal niks van zien. Of komt het nog? Wat? Nou, zijn papi is toch zwart? Hoe komt u erbij? Een sjeik of zoiets, heb ik gehoord. Een Turkse student. Oh, nou, je kunt er bij de baby helemaal nog niks van zien. Wat moet er dan te zien zijn? Dat komt misschien later pas.
Zeg, vertel me eens. Hoe was hij eigenlijk? Hoe bedoelt u, was? Nou, hij heeft je toch laten zitten, of niet zo? Nee. Nee, we mochten alleen niet met een kind samen op een studentenkast huizen. Dat is alles. Oh, en waarom breng je hem dan niet mee? Omdat hier geen universiteit is. Hij studeert toch? Ach ja, verder is dat trouwens toch ook niks. Voor je ouders bedoel ik. Dat is toch ergens... Omdat ze nog niet getrouwd zijn, bedoelt u? Och, nee, niet zozeer daarom, hoor. Dat vinden ze tegenwoordig niet meer zo tragisch als er eens een paartje bij elkaar woont dat nog niet getrouwd is. Nee, dat stelt ook niks voor, eigenlijk. Dat is ergens alleen maar een formaliteit, nietwaar? Maar, tja, hij ziet er ergens toch een beetje woest uit, niet? Ik heb er nog niets van gemerkt. Nou ja, jij bent eraan gewend, hè. Is hij gedoopt? Nee, hij is Mohammedaan. Nee, toch? Nou, het is toch wel erg opwindend? Het wordt alleen maar opwindend, omdat de mensen er zich iets opwindends van voorstellen. Maar hij heeft toch zeker nog wel meer vrouwen, hè? Oh, daar hoef je helemaal niet voor te schamen, hoor, kind. Dat is bij die lui nu helemaal zo. Ik heb eens een film gezien en daar sleepten ze er ook eentje mee naar een harem. Of nee, dat was in dat boek waarover ik het er straks had. Maar hij heeft verder geen andere vrouwen en een harem heeft hij ook niet. Och, dat geeft allemaal helemaal niks, kindje. Nee, ik stel me dat zelfs heel mooi voor. Romantisch ergens. En dan, er zijn heel veel vrouwen die dat nou eenmaal ligt. Daar zijn ze tenminste helemaal vrouw, hè? Zeg, kind, heeft hij je nog nooit verteld hoe dat nou gaat in zo'n harem? Nee, maar ik kan het hem wel vragen als het u interesseert. Ik ga trouwens toch naar beneden om in het café op te bellen. Oh, doe hem dan maar veel groeten. Zeg, hoe heet hij eigenlijk? Ibrahim. Je moet een groet hebben van mevrouw Senger. Van wie? Mevrouw Senger. Wie is dat? Een stomme gans. Ze heeft een boek over je gelezen. Ja, over handel in blanke slavinnen en over harems. Oh, en als je hier komt, dan moet je een dolk in je gordel steken. En dan moet je je opwindend opschilderen, anders geloven ze je niet. Wat moeten ze dan van me geloven? Dat je Taras Bulba bent. Daar is ze kennelijk gek op. Ik snap er niks van, Rita. Wie is dat mens? Ze woont naast ons. Wat heb ik met dat te maken? Dat hoor je toch? Je treedt op in een film. Ben je nou helemaal? Zeg, heb je ruzie om mij? Integendeel. Ze zijn allemaal zo aardig, ze zijn zo enthousiast. Ze zijn helemaal buiten zichzelf van enthousiasme. En ze hebben nog alle begrip ook. Rita, waarom huil je? Huil ik? Daarnet? Misschien omdat het ook in de film hoort. Ik moet immers ontroerd zijn omdat ze allemaal zo aardig zijn. Maar dat moet je toegeven. Want van rechtswegen dient de boer de meid die een kind van hem krijgt eenvoudig dood te slaan. Zeggen ze dat? Nee, zeggen doen ze het niet. En denken doen ze het ook niet. Ze voelen het alleen maar zo. Dat geloof ik niet. Zal ik eens naar jullie toekomen? Als ze me zien en ik praat eens met ze. Oh, je kunt niet met ze praten. Hoezo? Maken ze meteen ruzie? Nee, zelfs dat niet. Ze knikken ja op alles wat je zegt en na de hand hebben ze toch het tegendeel gehoord van wat je gezegd hebt. Als je zegt dat je geen Taras Bulba bent, zeggen ze, oh, het is helemaal niet erg dat je Taras Bulba bent. En dan denken ze dat ze verdraagzaam zijn. Wie is Taras Bulba? Een of andere stunter uit een film. Taras Bulba. Is dat erg? Nee, maar als zij zeggen dat het helemaal niet erg is, dan... Wat dan? Ja, dan weet ik het zelf niet. Soms wou ik maar dat je een Amerikaan was. Waarom een Amerikaan? Dan wisten zij wat ze denken moesten. En dan wist ik het ook. Het zou de zaak veel eenvoudiger maken. Dat begrijp ik niet. Kijk, dan zouden ze weten dat ik naar een duur leven in de Verenigde Staten hengelde. Dat snappen ze. Denk je dat het beter zou zijn als we maar ineens trouwden? Ik weet het niet. Wat kunnen we doen om ze tot bedaren te brengen? Niets. Ja, maar dan... Nou, ik bel je morgen wel weer op, hè? Goed? Ja, denk er nog maar eens over na. Misschien kunnen we toch nog wel iets doen. Ja, misschien. Wel te rusten. Dag. Hoeveel is het gesprek? Ogenblik, mevrouw kijkt er juist naar. Drinkt u nog iets? Ja, een cola. Met cognac. Hoezo? Voor mijn rekening. Jij bent toch die kleine van Dennewits, is niet? Ja, die met die negerbaby. Hoef je toch niet zo tragisch te nemen, schat? Hoezo? Dat is toch allemaal zo erg, wie? Voor u? Ik heb in dat opzicht heel vrije opvatting, hoor. Ieder diertje, zijn pleziertje. Erg aardig van u. Ik ken de wereld ook, en waarom niet?
Als ik er eens een vriendinnetje op na wil houden. En nou, wie heeft daar dan iets mee te maken? Cola, cognac, alstublieft. Dank u. Nou, dan nog maar lang mogen lusten. Op uw gezondheid, meneer Schmitz. Kijk eens dan, je kent me dus wel. Natuurlijk. Zie je wel, mij kent iedereen. Ik rijd in die Oldsmobile, die grote die daar buiten voor de deur staat. Ja, dat weet ik wel. Nou, zie je wel, dan kennen wij elkaar toch? Ons kent ons, hè? Hey. Zeg, nog een cognacie? Oh, neem gerust hoor. Zo'n cognacie warmt je lekker op, hè? Ik heb het niet koud. Oh, dacht wel wel. Je zit zo te rillen. Dat is omdat ik zo enthousiast ben. Je bent met de reiziger. Nou, weet je wat, we nemen er nog één. Nog twee maar cognac. Tje. En nou? Tje. Sigaret? Nee, dank u. Ik rook niet. Wel, heb ik ooit. Echt niet? Nee. Of moet dat? Nee, waarom ook, hè? Oh, ik dacht alleen maar. Een mens heeft zo'n bepaalde voorstelling, zie je. Een meisje dat met Amerikanen optrekt, ook meestal. Nou ja, je moet niet denken dat ik iets tegen Amerikanen heb, want we nooit niet doen. Nee, tegendeel. Aardige mensen. Nou ja, eerst vlak na de oorlog. Ik wil zeggen, toen knauwde het me wel eens, hè, dat de meisjes allemaal achter de Amerikanen aangingen. Omdat die alles hadden, dat spreekt. Maar nou, nou, ik zelf in een Oldsmobile, hè. Die grote daarbuiten. Nou is het allemaal heel anders. Ach ja, ik bedoel, een mens is nou eenmaal zoals hij is, hè. Goeie God zal hem wel gemaakt hebben zoals hij wilde. Logisch, hè? Nou, en of? Zeg, vertel eens, waar gaan we nou naartoe? Ik? Nergens. Doe nou niet zo'n kinderachtig kindje. Ik heet Rita. Rita nog wel. Of me niks is. Net als Moreau. Nee, Helers bedoel ik. Nou ja, blijf trouwens eender. Ik heet Hugo. Weet ik wel. Hugo Schmitz in fruit- en zuidvruchtenhandel. Kijk eens aan, ik ben bekend, hè? Mooi, wij begrijpen elkaar. Helemaal nog niet. Over het zakelijke praten we later. U bent niet kleingeestig. Ja, daarvoor bent u dan ook groothandelaar. Jawel, je leert voldoende een beetje om je heen te kijken, hè? Oh, ik kom nog alles ergens. Italië, Spanje, overal, hè? Oh, kijk je zo eens een beetje om je heen. Ook zo, bedoel ik. Ik ben niet zo burgerlijk. Aha. Leven en laten leven, zeg ik maar altijd. Waarom doet u dat dan niet? Wat? Leven laten, bedoel ik. Ik? Ik denk heel vrij, in elk opzicht. Als een meisje iets van het leven verlangt. Wel later dan. Ik ga ook wel eens graag mijn gang. Zoals u al zei. Zie je wel, wij horen immers bij elkaar. Of denk je dat het mij iets kan schelen dat jij een baby hebt? Kan mij niks schelen. Integendeel. Wat bedoelt u met integendeel? Zie je wel. Jij snapt me wel. Nou en of. Wat rusten. Hoezo? Nou, maar dat is nou toch wel. Moet je die zien, zeg. Een negerbaby en dan van die capsules. Die hagelarij, niet te geloven. Ach, juffrouw Dennewiet, goedenavond. Goedenavond, mevrouw Schultz. Uit geweest? Nee, ik heb alleen... Ik ben ook juist naar de bioscoop geweest. Ik heb namelijk geen tv en een mens wil toch wel eens wat zien, hè? Nou, dan ga ik maar naar de bioscoop. Er was zo'n film van daar in het zuiden, waar die allemaal, waar die lui dan wonen, hè? Ben jij er ook wel eens geweest? Waar? Nou, aan de Riviera, waar dat allemaal te doen is. Wat? Nou, dat Dolce Vita en zo. Maar ons soort mensen kent het leven alleen maar uit de film. Gaat het daar echt zo? Hoe moet ik dat nou weten? Nou, hij heeft jou daar nog toch wel eens mee naartoe genomen, die Amerikaan van jou? Ik heb geen Amerikaan. Nou goed, wat hij dan is, dat doet er niet toe. In elk geval heeft hij toch geld? Hij is een Turk. Een Turk nog wel? Goeie God. Hoe komt die hier verzeild? Nou, maar ik weet het niet hoor, maar vroeger had je dat allemaal niet. Ja, mij kan het niet schelen hoor, wat je allemaal doet. Voor mijn part kan je ook uitgaan. Ik ben niet oud geweest, ik heb alleen maar even getelefoneerd. Nou ja, van mij mag je gerust. Maar misschien willen je oude luid niet hebben. Zeker bang dat er weer iets gebeurt. Ja, dat gaat tegenwoordig vlug als je niet op je eigen past. Hoe weet u eigenlijk dat ik niet op mezelf pas? Oh, ik zeg toch zeker niks. Je hoeft je niet te verdedigen. De een is nou eenmaal een beetje banger dan de ander. En als de mannen achter een meisje aanlopen, dan gaat het nou eenmaal vlugger. Wie meer kans heeft, die loopt ook meer risico. Zo heeft het een het ander weer, hoor. Erg geruststellend. Ja, en... Jij bent daar nou eenmaal het type naar, hè? Daar kan je niks van doen. Ik ga het nog zelf geloven. Ach, maar dat geeft toch immers niks. Ieder moet zelf maar zien hoe hij met zichzelf in het reinen komt.
Doe de groeten maar aan je oude lui. Van die van Schultz? Ja. Waar ben je die dan tegengekomen? Op de trap. Ze kwam net uit de bioscoop. Zij in de bioscoop. Niks ervan. Ze is je achterna gegaan om je te bespioneren. Maar die was Schultz, hoeft mij niemand iets te vertellen. Zelf kon ze er geen krijgen en er zit ze achter de andere aan. Dat gaat altijd zo. Ze had een film gezien over de Riviera. Ja, ja, net iets voor haar. Ze wou weten of ik er alles geweest was. Daar moet je met haar helemaal niet over praten. Dan denkt zij weer meteen van alles. Ben toch nog nooit aan de Riviera geweest? Doet er niet toe, hou gewoon je mond dicht. We hebben het meteen gezegd. Die loeren nou wat ze kunnen. Alles wat je doet, dat zien ze precies. Mijn best hoor, ik gun ze de pret. Nou, ik zou maar oppassen. Nee, nou moet je niet onverschillig gaan worden, meisje. Ja, maar wat dan? Je kan wel eens een beetje letten op wat de mensen zeggen. Ja, zomaar eroverheen lopen, dat heb ook geen zin. Ja, en ik dacht dat ik niet zulke lange tenen moest hebben, me niet alles zo moest aantrekken. Nee, dat ook niet natuurlijk, dat is nou weer... Nou, geen van tweeën dus, of allebei tegelijk? Oh, goeie genade, je bent me toch ook... Zo maak je jezelf allemaal moeilijk. Ik heb meer het gevoel dat de ander het moeilijk maakt. Zie je, de schuld op een ander gooien, net of die dan wat aan kunnen doen. Het is tenslotte je eigen schuld. Iedereen moet voor zijn eigen daden opkomen. Of kunnen zij er soms iets aan doen dat jij daar nee, met... Nee, daar kan niemand iets aan doen. Nou, zie je wel. Nou, dat heb ik toch ook niet gezegd? Jawel, daarnet heb je het wel gezegd. Nee. Nou, kom je dan weer op terug? Nee, ik zei alleen maar... Oh, wat doet het er ook toe? Iedereen moet voor zijn eigen daden opkomen. Ja, ik weet het nou wel. Juist, maar je wil het niet inzien. Jawel, ik zie het in. Bent u nu tevreden? Daar gaat het niet over, we verwijten je niks. Dat weet je zelf maar al te goed. Alles is vergeven en vergeten. Maar dan hoef je ook niet te zeggen dat de anderen de schuld hebben. Maar dat heb ik ook niet gezegd. Ik zei alleen maar dat de anderen het moeilijk maken. Nee, dat doe je zelf. Ja, misschien wel. Ja, ik had bij die dikke smiets in de auto moeten gaan zitten en meerijden. Dat was allemaal veel eenvoudiger. Wat? Hé? Hoe kom je nou ineens op die dikke smiets? Ach, smiets hoeft ook helemaal niet. Ik kan gewoon gaan tippelen. Dat is nog gemakkelijker. Maar kind nou toch... Wat sla je nou toch voor onzin uit? Wat de anderen denken. Welterusten. Daar heb je nou... Ze is toch ook altijd zo... Altijd direct bovenop de kast. Waar slaat dat tippelen nou weer op? Ah, dat weet ze zelf niet. Nou, dat weer. Daarmee hoeft ze zichzelf nou toch ook weer niet te vergelijken. Nee, ze zit altijd direct bovenop de kast. In plaats van eens ongelijk te bekennen. Andere ouders zouden er zo niet overheen stappen. Wij zijn toch beslist niet ouderwets? Oh, nee. En de anderen zijn toch ook allemaal heel erg aardig. Die van Zenger heeft nog gezegd dat ze langs moest komen en hij wilde er ook een goede dag zeggen. Nou goed, als ze niet wil. Als ze er echt afsluit, dan kan geen mens er helpen. En geen mens zegt immers iets. Wat is dat nou weer? Ze zal toch niet... Ga nou eens kijken. Rita! Ik dacht dat ze naar bed wou gaan. Ja, maar dat was toch de deur van de hal? Nou, kijk dan eens. Ja? De ketting is los. En hier is een briefje op het handschoentafeltje. Briefje? Wat moet dat nou weer? Ze zal er toch niet weer van deur zijn? Hier, lees jij eens. Ik heb mijn bril niet. Ik ben weer bij mijn heiden. Waar? Bij mijn heiden. Oh. Ja, dat bedoelt ze, hè, mee. Die is immers niet gedoopt. Maar wat betekent dat nou weer? Dat zou ik toch ook wel eens willen weten. Geen mens heb er toch iets gedaan? Geen mens? Je ziet wel, ze wil nou eenmaal niet anders. Net zoals die Zenger zegt. Het zit er bij haar nou eenmaal in, dat lichtzinnige. We hebben alle begrip. Dit was een spel van Wolfgang Graatz. Personen: Rita, Martine Crèvecoeur. De vader: Frans Somers. De moeder: Perronne Hossang. Mevrouw Schultz: Tine Medema. Mevrouw Zenger: Hetty Berger. Meneer Schmitz: Willy Ruys. Een meisje: Gerry Mantel. En Ibrahim, Paul van der Lek. Regie, Willem Tollenaar.